rijden we nu mee met de eenheid Midden-Nederland op de Mozartweg in Amersfoort. Surfjante Patrick en Raymond worden plotseling verrast door een Matisse die geen voorrang verleent. Je hebt onze aandacht. Als ze de bestuurder even volgen, blijkt hij nog meer verrassingen in petto te hebben. Okay. Waar was dat nou voor nodig? En ook de volgende bocht neemt hij met piepende bandjes. Gaan we meteen aan de kant zetten hoor. Een raar gedragje. Hoogste tijd om de bestuurder even goed toe te spreken. Maar die blijkt daar niet van gediend te zijn. Kanker met de camera alsjeblieft, man. Doe even lekker rustig, joh. Hey, op kanker, op kanker, man. Luister even. Alsjeblieft, wil je weg? Ik heb vandaag mijn dag niet. Ik zeg nee, dat heb ik in de gaten dat je je dag niet hebt. Maar je moet wel normaal rijden. Ik zou graag even je rijbewijs willen. Hier. Je mag even blijven zitten. Nee, ik wil graag uitstappen. Nee, je mag even blijven zitten. Waarom mag ik niet uitstappen? Omdat ik dat tegen je zeg. Wayo. Deze bestuurder mag dan zijn dag niet hebben, maar om dan gelijk alle fatsoensnormen te laten varen... Misschien kun je je telefoon even wegleggen als ik met je aan het praten ben. Hoezo mag ik niet? Is heel onbehoorlijk als ik met je in gesprek ben. Ik heb geen gewoon op je telefoon. Nee, dat blijkt ja, dat je geen opvoeding hebt gehad. Op mijn telefoon, daar heb je niks over te zeggen. Waarom rij je daar zo achterlijk weg, zo die bocht op, met slippende banden? Per ongeluk. Was dat per ongeluk? Ja. Oh, doe maar. Alsjeblieft uitstappen, meneer. Nee, want ik ben even met je aan het praten. Ja, maar ik mag gewoon uit. Dus, blijf even zitten. Met niet aan mij gaan zitten. Luister, je gaat zitten? Luister, je moet niet aan mij komen. Nee, als ik tegen je zeg dat je moet gaan luister, zitten. Moet ik je terug helpen? Als je tegen mij dat ik ga zitten, je gaat dan terug, moet je niet gelijk gaan aanraken. Terug zitten? Ja? En gewoon normaal met me praten, ja? Ja, wat jij zo. Ik ben toch met je in gesprek nu? Ja, wat boeit mij toch? Dat boeit mij zeker. Ik ga jullie ook filmen. Hartstikke mooi. Kijk, nu sta je ook mooi erop. Jij ook. Prima. Met de kankercamera. Ga mij maar filmen. Hier, jouw BMW erbij op. Kentekenplaat. Even snel pakken. We iets aan de kant gaan. Ik wil ook graag jullie kentekenplaat filmen. Ga even zitten. Jullie allemaal filmen. Jou ga ik filmen. Hartstikke fijn. Ja, jij staat ook mooi op. Jij komt op YouTube. Prima. Wist je dat? Helemaal goed. Olé, je komt op YouTube. Ja. En jij komt op televisie. Maakt niet uit. Sterker nog, heel Nederland gaat naar je kijken hoe jij als een kinderachtig mannetje... Lekker, heel Nederland mag hoe jij als een kinderachtig, hoe jij als een kinderachtig Olé, mannetje gedraagt. Ik heb scheid daaraan, boeit mij niet. Jullie zijn krankkinderachtig, waar heb je het over? Ik zie jullie niet ofzo in deze spiegel. Ik zie jullie al de hele tijd hoor, maar het boeit mij niet. Ik heb scheid aan jullie, mag je weten. Hier, ik film je. Ja, film me maar, geen probleem. Ik ga maar lachen. Dus misschien kan je ook even in onze camera kijken. Ja, tuurlijk, als ik moet lachen. Kijken. Kijk, sta je er ook op. Hier, jouw dus, moeder. Goed, ga maar weer even zitten. Luister, waarom sta je zo dicht voor me? Waarom luister je niet? Waarom, ga je waarom sta je voor me? Moet ik met bang je worden of zo? Nee, wil je mij intimideren? Lukt jou niet. Ik ben niet bang voor mensen. Ik ook niet voor jou. Lelijke gele kleertjes. Hoeveel strepen heb je eigenlijk? Dus... Oh nee, je bent verkeerspolitie, hè? Je hebt niks, hè? Ja? Dus... Ik ben meer als jou, vriend. Ja. Ja, weet ik je ben wat... blij omdat je meer bent dan ik. Ja. Als ik jou was, zou ik je echt schamen, vriend. Moet je zien met wat voor lelijke logo je rondkomt. Ja. Ja, man. Doe wat je wil. Als je geld wilt verdienen door mij aan te houden... Hé, hey, doe wat je wil, broertje. Olé, meer boeit mij. Zo jammer dat je jezelf zo belachelijk maakt. Hey, hier is je rijbewijs terug. Dank ik denk dat we elkaar nog wel een keer gaan zien. Ik wens je een hele fijne dag verder. En doe gewoon even lekker normaal voortaan. Ik tegen een boom aan rijden met kanker BMW van je. Ja. Doe even je gordel om voordat je wegrijdt. Ik rijd toch nog niet? Ik rijd toch niet? Rijk al? En wat je net zei, dat slaat nergens op, hè? En dan, ik hoop dat je met die kankerauto tegen een boom aanrijdt. Heb je gehoord, ja. Prima. Ik denk dat de kans groter is dat jij dat doet, die show blijft rijden. Fijne dag, hè? Jojo. Dit opgefokte ventje mag blij zijn dat hij in een rechtsstaat leeft, want anders was hij er waarschijnlijk heel wat minder goed van afgekomen. Hopelijk komt er een dag dat hij dat zelf ook beseft.